Jouw idee verdient een goede ontwikkelaar. Zo'n ontwikkelaar die meedenkt, die het maximale eruit haalt, die de technische invulling geeft aan wat jij allemaal hebt bedacht. Maar ja, je hebt ook van die ontwikkelaars die maken er prutswerk van. Nou, geen probleem, deze video zetten we op een rij. Welke ontwikkelaars er zijn, waar je aan moet denken en tips om er het maximale uit te halen. Hoi, ik ben David van de App Specialisten. Ik ben zo'n 10 jaar actief in de markt van apps. Ik heb miljoenen apps in de App Store zien komen, maar ook gezien dat maar een klein gedeelte succesvol wordt, ik ga ervoor zorgen dat jij bij dat gedeelte gaat horen. Nou, in deze video gaan we het dus hebben over die technische uitwerking en welke type ontwikkelaar je ervoor nodig hebt. Of is het nou een ontwikkelaar uit het buitenland, een student of echt een Nederlands bureau? Zet het op een rij, we gaan de voor- en de nadelen gewoon objectief bekijken en vanuit daar zien waar moet je op letten en wat moet je doen. Eind van deze video heb ik ook nog een manier om te zien hoe kun je nou de kwaliteit van je app verhogen, maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Oké, okay, om te beginnen, waar gaan we even naar kijken? Dus alle, uh, laten we kijken naar een aantal factoren die ervoor zorgen dat je uiteindelijk die knoop gaat doorhakken. Laten we beginnen met 1, de uurprijs. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk dat je niet te veel betaalt. En daar is de Nederlandse ontwikkelaar gewoon niet zo goed in. Op dit moment, 2023, is de uurprijs eist tussen de nou, 90 en 120 euro per uur voor een appontwikkelaar. Dat is behoorlijk hoog. Ga je naar een studentontwikkelaar of een stagiair of iets dergelijks, dan ja, zit die uurprijs veel lager. Dan zit dat soms als je een stagevergoeding, zelfs vanaf 5 euro per uur eh, tot 25 euro voor een student of zoiets, veel goedkoper. Als je naar het buitenland gaat, dan zit de uurprijs vaak eis tussen de 30 euro en de 50 euro per uur ongeveer. Dus je ziet het verschil: Nederlandse ontwikkelaar is duur. Maar ook, programmeerkwaliteit is belangrijk. Wat je merkt is dat een student die nog bezig is met te leren, vaak niet de ideale app voor je gemaakt. Dus die is daar niet zo goed in. Een buitenlandse ontwikkelaar kan goed zijn, maar dan moet je hem wel goed instrueren. De beste kwaliteit krijg je van een Nederlandse ontwikkelaar. Communicatie, ook heel belangrijk. Hoe ga je praten met iemand? Kijk, het is bekend dat veel buitenlandse ontwikkelaars in een andere cultuur leven, dus bijvoorbeeld vanuit India of China, en dat er communicatieproblemen kunnen ontstaan. Als je niet eerder met zo'n cultuur hebt gewerkt. Gewerkt en je nog niet heel goed jezelf kunt uitdrukken in wat je precies wilt, gaat dat heel vaak fout. Ik hoor horrorverhalen over mensen die ja, niet uitgelegd precies krijgen wat ze willen en de ontwikkelaar maar wat maakt en eigenlijk uiteindelijk al het werk moeten weggooien. Dus dat is heel moeilijk aan een buitenlandse ontwikkelaar. Student, die kun je beter instrueren, die zit vaak bij je op kantoor of bij. Nederlands ontwikkelaar, nou, die is gewend om te werken met starters of bedrijven. En dat is dus de beste manier om, om te gaan met communicatie. Ook onderhoud scoort de Nederlandse ontwikkelaar, dus eigenlijk een bureau het beste. Een student, die scoort eigenlijk het laagst, omdat je vaak ziet dat ze dan na een stage of na een opdracht ijs gaan werken en geen tijd meer hebben voor onderhoud. Een buitenlandse ontwikkelaar kan dat goed doen, maar dat is zeker niet gegarandeerd. Dan design. In Nederland wonen we echt in een land waar design voorop staat. We hebben hele goede designers die iets maken wat gebruiksvriendelijk is en ook nog wel goed uitziet. In het buitenland kan dat het geval zijn, maar dat is wel een factor waar je een beetje op inlevert, omdat het vaak andere standaarden zijn en dat het vaak een ondergeschoven kindje is dat er een beetje bij komt kijken, dat design. Dus daar score je wat lager. Een student kan dat ook goed doen. Of idealiter, je vindt een designer en de student die laat je het uitvoeren. Dat zou kunnen, maar nog steeds de student niet het allerbeste. En even dus een overzicht. Ik heb even een tabelletje gemaakt waarin je ziet wat eigenlijk de verschillende ja, kwaliteiten zijn voor elk soort ontwikkelaar. Nou, je ziet er eigenlijk al heel goed staan bij het rijtje van een Nederlandse ontwikkelaar. Dat is een heel rijtje goed, behalve de prijs. Die prijs die is hoog, zo is het nou eenmaal. De markt is oververhit, er is veel vraag naar ontwikkelaars. En ja, als je ziet die uurprijs, denk gerust aan dat er minimaal door twee mensen twee weken gebouwd wordt aan je app. En dan heb je nog allerlei andere kosten. Link naar het artikel daarover vind je hieronder. Maar goed, het is dus echt wel prijzig om zo'n app te laten maken. Um, ja, mijn filosofie daarbij is, nou, zorg ervoor dat je jouw idee ook laat bouwen door iemand die daar veel verstand van heeft... Dat het echt goed uitgewerkt wordt, uiteindelijk betaalt zich dat terug. Dus inderdaad, ik zou een Nederlandse appontwikkelaar adviseren. Maar neem het niet van mij aan. Ik heb ook gesproken met een ervaren ontwikkelaar, namelijk Hossein Scheksede van Epic Website, die me ook meer vertelde over hey, hoe ga je daarmee om met dat verschil en welke keuze moet je maken tussen de ontwikkelaars. Hij heeft een hele livestream met mij opgenomen met allerlei tips, maar hier eventjes een hoogtepuntje eruit. Hoe wij werken... Ik ga een beetje onze geheimen nu vrijgeven. Uh, oh, jij, oh, jij, <tied> ik hoop dat er niet te veel mensen kijken. Nee, ja, nee. Uh, 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 zolang de andere developers... niet kijken, vind ik het goed. <laughs> uh, nee, hoe wij werken... Dus, uh, wij uh, sorteren wat er gedaan moet worden. Mm -hmm. En dat onderdeel, wat wij uh, willen, geven wij dan aan iemand aan buitenland. Ah. Dus je moet je voorstellen, wij een hele grote applicatie aan het maken. Mm -hmm. en de, Basis, dat geven wij dan weg. Zodra je de basis terugkomt, dan gaan wij die code pakken en dan gaan wij die code dan uh, verder bouwen. Ja, dat is slim. Dus je, je verdeelt eigenlijk de taken en de, ja, de minder risicovolle zaken, zeg maar, die besteed je uit. Begrijp je dat goed? Yes, ja, zeker. Uh, nou, ook risicovolle zaken kunnen we uitbesteden, um, okay. want wij krijgen natuurlijk de code en wij kennen mm -hmm. het. Dus wij gaan het zelf sorteren, we gaan hem zelf nalopen. Komen wij iets ja, geeks ja, ja. tegen, kunnen we hem zien, kunnen we publiceren. Uh, maar het is echt iets wat, wat, wat een paar jaar heeft geduurd. Dat was niet altijd zo. Uiteindelijk, nu met het team dat we hebben, hebben we hem mm -hmm. zo opgezet dat wij het gewoon prima kunnen ondersteunen op die manier. met, okay, developers. met Dus. Kort gezegd, wat Hossain zegt, is als je zelf niet die technische kennis hebt, is het moeilijk om zo'n ja, buitenlandse ontwikkelaar aan te sturen. Zij doen dat heel slim. Zij laten eigenlijk een groot gedeelte of een soort van basis bouwen als ontwikkelaar, maar controleren dan min of meer hun werk, zodat ze ja, het meeste eruit halen. Dat zou ook mijn tip zijn. Ga je werken met een buitenlandse ontwikkelaar, zorg dat je werkt met een soort van tussenpersoon die dat eerder heeft gedaan, dus die bijvoorbeeld de communicatie voor je doet, of vind een ontwikkelaar die een deel van zijn... Eh, personeelsbestand bestaat uit een externe ontwikkelaar, daarmee koop je eigenlijk ook indirect eh, eh, ja, die uurprijsverschil en eh, dat verschil koop je dan in. Dus dat zou een manier kunnen zijn als je goedkoper uit wil zijn. Misschien belangrijker nog, zorg ervoor dat je ja, niet per se voor een dubbeltje op de voorserij wil zetten, maar begin bijvoorbeeld met het bouwen van een eerste prille versie van je app eerst. Daarmee kun je veel meer geld besparen dan naar een buitenlandse ontwikkelaar of ja, iets proberen te kopen wat ja, lager in prijs is, maar dan ook vaak lager in kwaliteit. En nu, zoals beloofd, ik geef je ook nog een manier om het maximale te halen uit de kwaliteit van je app. Ik heb namelijk een document gemaakt, dat heet de 20 gouden tips voor zaken doen met appontwikkelaars. Nou, daar vind je na 20 tips, waar moet je nou allemaal over nadenken? Wat moet je nou bespreken met zo'n ontwikkelaar, zodat je het maximale haalt uit jouw app-idee? En de techniek eigenlijk kan goed geregeld zijn, maar ook de afspraken goed op papier staan. Nou, dat document kun je gratis downloaden, het enige dat je hoeft te doen, is even naar beneden scrollen, je gegevens in te vullen en dan krijg je dat in je mailbox. Nou, ik hoop dat je hier dus aan hebt gehad. Volgende week heb ik weer een interessante video voor je. Dus abonneer je vooral op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jou weer volgende week.